Hallo allemaal, we brengen vandaag een video review van Fire Emblem Engage, de eerste Nintendo game voor 2023. We keren met Fire Emblem Engage terug naar een traditionele beleving, want de drie houses worden opzij geschoven voor een lineair verhaal. Hoe brengt deze Fire Emblem Engage het ervan af? Het verhaal is alleszins eenvoudig te begrijpen. Eens in de 1000 jaar wordt er onmetelijk veel kracht uitgeleend aan degene die alle 12 zogenaamde Emblem Rings bezit. Een doel dat de antagonist Sombron wel ziet zitten in zijn zoektocht om het continent Elios te veroveren. Gelukkig hebben onze helden in Fire Emblem Engage datzelfde doel. Het verkrijgen van die ringen is geen eenvoudige opdracht en dus sta je in het verhaal voor meerdere stevige uitdagingen, vergezeld van de nodige plotwendingen. Het verhaal kent zeker zijn meer voorspelbare momenten, maar over het algemeen gesproken blijft het spannend en verlies je dat hoofddoel nooit uit het oog. Verzamel alle ringen voor de slechterikken ze veroveren. Duidelijker kan niet. Het zoeken naar 12 ringen terwijl er een gigantisch rivaliserend leger op de loer ligt, is geen flauwe koek. Daarom is het belangrijk dat je eigen leger goed is voorbereid. Op het thuiseiland Somniel kun je je manschappen voorzien van die sterkere uitrusting. Al die extra's zijn echter enkel nodig wanneer Fire Emblem je echt op de proef stelt, en dat is niet altijd het geval. Somniel is wel een geschikte plek om op adem te komen en jezelf voor te bereiden. Het vliegende eiland biedt genoeg opties om te ontspannen, upgrades vrij te spelen en nieuwe uitdagingen aan te gaan, al is dat dus niet verplicht. Nu je manschappen klaar zijn voor de strijd, is het tijd om te gaan voor die befaamde emblemringen. In Fire Emblem Engage neem je deel aan gevechten doorheen de hoofdstukken en die vinden zoals vanouds plaats op een raster waarover je je legers voortbeweegt. Door een aanvaardbare leercurve en meerdere moeilijkheidsgraden pikken nieuwe spelers de combat snel op. Legers bestaan uit verschillende klassen, zoals lancers, swordsmen, archers, magicians en meer. Je gaat dus over tactisch inzicht moeten beschikken als je het verschil wil maken. Daarnaast zijn er andere factoren om rekening mee te houden, zoals bijvoorbeeld drijfstand dat je vertraagt tijdens gevechten, of het gebruik van kanonnen om vijandelijke troepen van op afstand te beschieten. En dan vergeten we bijna de verschillende bezigheden die voor meer variatie zorgen, zoals het waarschuwen van bewoners en het vervolledigen van extra objectives. Tel daarbij de uitstekende maps waarop dit alles zich afspeelt en je krijgt ijzersterke, diepgaande combat als resultaat. Fire Emblem Engage voegt uiteraard iets nieuws toe en dat zijn de bewuste ringen. Ze dienen niet alleen als het belangrijkste verhaalonderdeel, maar ze geven je team nog eens een interactief voordeel. Zodra je die ringen verzamelt, kan een bondgenoot er eentje dragen en zich op spectaculaire wijze engagen, heb je het hoor, met een bekend Fire Emblem personage uit vorige games. Op die manier wordt er slim ingespeeld op de nostalgiefactor van trouwe spelers van de reeks. De ringen geven je bepaalde voordelen, zoals meer vaardigheden en vernietigende aanvallen. Het dragen alleen al geeft bovendien een mooie boost aan je statistieken. De emblems zorgen dus voor een extra nostalgische laag aan customization. Hoe zit het met de zijactiviteiten? Op Somniel kan je je vaardigheden op de proef stellen bij de Tower of Trials met drie verschillende game modi: Tempest Trials, Relay Trials en Outrealm Trials. In Tempest Trials speel je meerdere maps in een rij om zo materialen binnen te halen en meer XP te verzamelen, een functie die nogal overbodig is aangezien de hoofdlevels in de game al genoeg afwisseling voorschotelen. Relay Trials spelen zich daarentegen online af met andere personen, waardoor het lijkt op een regulier gevecht met een bondgenoot. En dan zijn er nog de Outrealm Trials. Hier puzzel je zelf maps in elkaar of probeer je maps van andere spelers uit. Een fijne toevoeging, maar eerder oppervlakkig door de beperkte mogelijkheden om zelf te ontwerpen. De Tower of Trials biedt een luik aan met meer gameplay modi, maar het is duidelijk niet de hoofdattractie. Maar niet getreurd, er is een ander vlak waar Fire Emblem Engage op uitblinkt. Grafisch stapt de game af van de stijl van Three Houses en die beslissing doet wonderen voor het grafische aspect. Zowel docked als handheld geniet je van scherpe beelden en cinematics waarin het schitterende kleurgebruik op momenten met zonlicht en zonsondergangen meteen in het oog springt. De soundtrack heeft bovendien een aantal memorabele muziektracks die climactische momenten uitstekend versterken. De sfeer is aan alle kanten aanwezig en trekt je mee doorheen het meeslepende verhaal. De totaalbalans van Fire Emblem Engage oogt zeer positief. Het vertelt een simpel verhaal dat voor de nodige spanning zorgt. De combat is, zoals we gewend zijn van Fire Emblem, van sterke aard en voor iedereen toegankelijk, of je nu een beginner of tactische mastermind bent. De Emblem Rings zijn prominent aanwezig in zowel verhaal als gameplay, waar ze meer diepgang bieden. Ook het eiland Somniel voelt verfrissend aan tussengevechten door, omwille van de vele activiteiten. De trials staan, ondanks hun beperkte aard, garant voor nog meer afwisseling.
Zodoende doorstaat Fire Emblem Engage de vuurproef met glans als een spel dat zowel nieuwkomers als ervaren spelers weet te bekoren. Fire Emblem Engage is beschikbaar vanaf 20 januari exclusief voor Nintendo Switch. Zijn jullie klaar voor een nieuw Fire Emblem avontuur dat je weer tientallen uren zoet zal houden? Laat het ons weten in de comments en vergeet zeker niet om te liken en te abonneren op ons kanaal. Fijn dat jullie er weer bij waren. Voor meer informatie over en onze review van Fire Emblem Engage kan je altijd terecht op eurogamer.nl.